zijn. Fijn Valentijn voor jullie allemaal. Als jullie een vriendje hebben of een vriendinnetje, maak het gezellig. Ga lekker een film kijken. En als jullie alleen zijn, vandaag ga ik kijken of ik een Valentijn kan krijgen. Let's go! Het is Valentijn! Nee, hoor voor mij niet. Nee, hoor voor mij nog niet. Het is 14 februari! Woe! Hij moet er heel lang om nadenken. Hij denkt van, ik weet niet wanneer het is. Ik ben een meisje. Serieus? Ja? Je knikt erbij? Boybot begint ook al gek te doen in de eerste 2 seconden van de video. Ik ben een meisje. Ik wil een cadeautje van jou. Mag ik je voeten likken, Noah? Waar is mijn cadeautje? Ik hoop niet dat je dat bedoelt met cadeautje. Je voeten zijn mooi. Mijn voeten zijn mooi. Dankjewel, Boybot. Maar daar heb ik geen behoefte aan. Ik wil een cadeautje. Ik wil een unicorn cadeau. Klopt, Noah. Klopt het nou? Wat gaan we van vandaag doen? Ik heb vanavond al iets, sorry. Wat? Je hebt vanavond al iets te doen? Met wie, als ik vragen mag? Hij heeft iets te doen. Omdat ik diegene leuk vind. Omdat diegene me leuk vindt. Wie is die persoon dan? Dat je verliefd op me bent. Dat je verliefd op me inzet. Wauw, je Nederlands moet je echt veel aan doen. Ik dacht dat wij vandaag wat gingen doen. Oh, Kitty en A praten we nog even. Jeetje, Boybot. Jij kan er niks van. Weet je wat ik ga doen nu? Is dat een vraag? Ja. Maar ik ga me niet uitlibben. Boybot ziet het heel anders in zijn ogen. Boybot, ik ga iemand anders zoeken. Want jij bent heel gemeen tegen mij. Hier, kom, we gaan nu naar bed. Weet je, we gaan iemand anders zoeken. Als Boybot niet verliefd op mij is en niet met mij wil daten als robot zijn, dan gaan we iemand anders zoeken. Want ja, Joop niet Roblox te spelen. Dus ja, hij is waarschijnlijk een Roblox vriendin aan het zoeken. Dus ik ga in de tussentijd veel mensen proberen verliefd op mij te maken. En als er meisjes zijn die proberen de jongens van me te stelen, zoals nu, dan moet ik zo snel mogelijk klikken op de knop en hem te pakken. We moeten ook uitkijken van leerkrachten, want die kunnen ons laten vallen. Dat willen we niet. We moeten zo snel mogelijk zijn. We willen zoveel mogelijk jongens verliefd op ons laten maken op Valentijn. Aan de kant, dame. Hier zijn 2 jongens van mij. En ik moet hun hartjes lenen. Stelen, die mag niet. Lenen. Hier is er nog een jongen. Pak ze zo snel mogelijk. Hier is nog een jongen. Meisje wordt jaloers. En we gaan met onze power ogen zo snel mogelijk de jongens proberen af te pakken. En een beauty time houdt in dat jouw tijd extra snel gaat. Dus als jij iemand verliefd kan maken, gaat die balk veel sneller dan normaal gezien, zoals jullie kunnen zien. We gaan naar boven, want we hebben genoeg trades te doen en we moeten zoveel mensen proberen verliefd te maken. Hier is nog een jongen. Hier is nog een prachtig jongen. Hier, hartje. Pak jou er ook even bij. Ja, hartje pakken. Hier is nog een jongen. En zoals jullie kunnen zien, de balk gaat gewoon een stuk sneller als wij de beauty points hebben. Hier is nog een jongen. Oh, we gaan echt snel. Met zoveel jongens aan de zij kan je bijna niet meer spelen. Hier is nog een jongen. Even snel pakken. Oh, hartje snel pakken voor de tijd om is. Woo! We did it! Yeah! Hoeveel jongens hebben we? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jongens hebben wij op Valentijn kunnen pakken. Kunnen we dit record verbreken? Dat geloof ik wel. Als jullie nu liken, binnen 3 seconden halen we het. Oh, we worden door een wagentje gedragen. Zie je dat? Zo verliefd zijn ze. En zo zou Boybot ons ook moeten behandelen. Maar dat deed hij niet. Hier hebben we de leerkracht. Zij gaat ons overheen. Ja, dat bedoel ik. Zo, zie je wat een gemene leerkracht? Laat ons gewoon vallen. Kijk, hier is weer een irritante leerling. En zij wil hem natuurlijk afpakken van mij. Hij is van mij. Allang hartje pakken, zie je? Hij is van mij. Je kunt zeggen en doen wat je wilt. Maar hij is van mij. Hartjes pakken. Hup, hup. Leerkracht aan de kant. Ik ga natuurlijk... Ik kan niet voorbij de leerkracht. Dus als je eigenlijk de leerkracht ziet, moet je de andere kant op. Dus we gaan langs deze kant naar boven. En ik denk dat ik hierdoor nu heel veel tijd heb verspild. Maar we moeten rennen. Let's go. Hier is er al een jongen. Meisje wordt natuurlijk hartstikke jaloers. Klik, 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 klik. Woo! We did that. Ja, je kunt zeggen wat je wilt. We zijn hartstikke bezig. Ik denk alleen dat we minder goed bezig zijn deze ronde dan de vorige. We kijken nu op deze verdieping. Meisje wordt weer hartstikke jaloers. Zoveel jaloerse meisjes. Er zijn geen meisjes die denken van, hé, ik hoef hem niet. Nee, nee. Oh, irritante leerkracht.
irritante leer. Ja, ik kan er letterlijk niet komen. Die leerkracht zorgt ervoor dat ik val. Ik kan niet door. Oké, we gaan nog één naar boven. En we hebben nog 15 seconden om snel hier nog wat jongens te pakken. Dus we pakken hem. Ja, we pakken hem. Ja, irritante leerkracht. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Gaan we nog snel hem kunnen pakken? 1, ja, 2, snel. Oeh, kijk hoe ik kan gewoon. Ik klik door al die jongens. Al die jongens maken het mij moeilijk. Oeh. Ja, ik heb hem niet kunnen pakken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dat waren geen 15. Zo zie je maar. Als Boybot niet vriendelijk is tegen mij, dan doen we het anders. Kijk. Nog genoeg, jongens. Ik loop er ook zo stoer bij. Yeah, I did that myself. Yeah, I did that. Laat me weten als ik de volgende keer chimpanbot moet doen. Dat is die aap. Kun je mijn aap raden? Vergeet niet te abonneren, want we gaan natuurlijk proberen dit jaar naar de 200.000 abonnees te gaan. Het is superleuk als jullie bij de Unicorn Fanclub komen. Ik vond het super gezellig en ik zie jullie dinsdag terug bij een gloednieuwe video. Adios!